wine over. Say come wine and broke off me cock. Broke off me cock. Broke off me, broke off me, broke off me cock. Hallo dames en heren, welkom bij mijn nieuwe vlog. Leuk dat jullie kijken. Als je nieuw bent hier, like, abonneer, deel. We gaan vandaag een vraag en antwoord te doen met mijn mama. En we hebben al een paar vragen binnengekregen bij Instagram en Facebook. Dus we gaan ze allemaal beantwoorden. Nou. Haha, hier zijn we weer. Ja, dus hier is mijn mama weer. En Koya wilt er eigenlijk ook bij. Ze zeggen hallo tegen alle YouTubers. Koya, kijk eens aan. Koya. En we hadden een paar vragen binnen. Hè? Ja. De eerste vraag is... Nou, wat zijn haar hobby's? De hobby's zijn voetballen en stenen verzamelen en vloggen natuurlijk. Dat zijn mijn hobby's. Oké. Okay. Maar jij doet voornamelijk keeper toch? Jij doet niet zoveel voetballen. Dus keeper. Dus keeper. Die vissen. Oké. Okay. Maar je keept op voetballen. Ja, okay. Dat is wel een beetje hetzelfde. Ja. Ja. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn... Ik vind het leuk om samen met Estimo veel te spelen. Mm-hmm. Dat doen we allebei. En ik hou van voetballen. Dat vind ik ook wel leuk. En stiekem houdt ook een beetje van poetsen? Ja, poetsen. En ook... mama poetst heel erg vaak. S'nachts? Nou, s'nachts niet. S'nachts slaap ik wel. Oh, ja, dat is ook een hobby trouwens, slapen. Ik hou van slapen, dus ga nu slapen. Ja, precies. En voetballen vind ik ook heel leuk. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, volgende vraag. De volgende vraag was... Nou, soms zit ik met mijn puppy te koelen, of met spelen, of filmpjes kijken, spelletjes, of gewoon tv. Ja, klopt. En ik doe dan soms met hem meevoegen. Vind ik soms ook wel leuk, omdat ik het dan samen met hem doe. En maar vlog is geen hobby van mij ofzo. Voor mij wel. Ja, voor jou wel. Jij vindt het echt heel erg leuk, hè? Ja, wat is de volgende? De volgende vraag is... Ah, die is makkelijk, toch? Ja, ik vind het juist heel erg mooi en zacht en lief en... Ja, ik ben ook al zo lief. Oké, maar wat vind je echt heel leuk aan mij? Wat vind je leuk dat mama altijd doet of wat ik? Dat u me soms verrast. Ja? En heel vaak kusjes geeft. Ja, ik geef je wel heel vaak kusjes. En je lipstick? Nee. Dat vraag ik altijd als mama lippenstift op heeft. Ja, maar ik heb altijd lippenstift op die niet afgeeft. Slim, hè? Dat is mijn medicijnenbakje. Ja, dat is een medicijnenbakje. En nou, wat vind ik leuk aan jou? Ik vind het heel leuk dat jij van dingetjes houdt. Je houdt van heel veel dingetjes. Je speelt viool. Je zit en in voetbal, dat ik heel vaak met de koeien. Ja, dat vind ik ook wel erg leuk. De volgende vraag? De volgende vraag was... Ik vind helemaal niks stom, hè, mama? Jawel. Eigenlijk vind ik het wel een beetje stom dat ze soms heel erg schreeuwt tegen mij om een klein dingetje. Echt waar? Ja. Hoezo, wat doe ik dan? Ja, soms... Ja, weet ik veel. Als ik op de tablet zit en wat doen, schreeuwt u. Schreeuw ik dan? Ja. Dus... Ja, maar... Nee, dan praat ik gewoon hard. Dan zeg ik gewoon, Estimo, hier komen nou. Oh. Maar dat vind ik wel stom. Oké. Okay. En wat vind je stom aan mij? Ik vind het soms heel stom dat jij heel... Heel de dag vragen stellen, vragen stellen, vragen. Kom hier! Nee, 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 nee! Pretparken. Pretparken. Ja, dus bijvoorbeeld naar de Efteling zijn we, dat gaan we heel vaak. En naar... Kermis. Kermis. Dus wij doen heel veel... Ja, wij doen best wel veel dingetjes samen, toch, schat? Ja. Ja. We gaan heel vaak samen naar Monkey Town. En Kroelen. En Kroelen. Ja, we doen heel veel met z'n tweetjes, hè. Uh-huh. Ik neem hem ook heel vaak mee overal naartoe.
En soms zit u, ja, wat vindt u leuk om met mij te doen? Ik vind het leuk om met jou te kletsen en om met jou dingen te doen. Dus naar musea te gaan. Musea? Ja. Museum. Ja, één museum, twee musea. Dat is meer van. Dat vind ik altijd wel leuk en ik vind het leuk om samen muziek te maken. We hebben alleen nog nooit samen gevoetbald. Toch? Het enige wat we wel samen doen met voetbal is dat ik hem train. Ik train zijn team. Ja, alleen ik kan wel een beetje beter afpakken. Ik kan beter de bal oppakken dan nu hoor. Dat ben ik wel. Als wij een vlog over voetballen gaan doen en we gaan kijken wie het beste kan afpakken, ben ik dat. Oh, dat is leuk. Zullen we dat doen? Ja? Zullen we een vlog gaan opnemen? Vinden jullie dat leuk als wij een vlog gaan opnemen dat we samen gaan voetballen en dan kunnen kijken wie de beter is? Deal? En dat was lekker mijn plannetje. Dus u wist niet hoe Oké, okay, dat is afgesproken. Wat wil je echt super graag dit jaar? Dit jaar wil ik super graag spelletjes uitvinden. Spelletjes uitvinden? Zelf maken? Ja. Echt waar? Ja. Dat wist ik niet. De coaches zelf spelen we altijd. En dan ben ik een game van ik. Oké. Dan wist ik niet dat jij dat wil. Oké, wat wil ik heel graag bereiken dit jaar? Ik wil afvallen. Ja, mama is nou best wel goed bezig, toch? Yeah. Ik doe nou heel veel gezond eten en zo. Want ik wil echt 10 kilo afvallen. Ja. Dan moet je nog pas goed eten. Oh ja, heel veel groente eten. En echt geen lekkere dingen. Ja, wel lekkere dingen, maar niet meer. Echt slechte lekkere dingen. Ja, dus niet meer van die zoete lekkere maar. Nee, dat kan niet meer. Nee. En ik heb me ingeschreven bij de sportschool. Bij een nieuwe sportschool. Hier in de buurt en die is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Volgens mij was dat toch een beetje veel? Nee, dat is helemaal niet. Dus dat is mijn doel voor 2018. Ik wil echt heel graag afvallen. Dus als jullie nog tips hebben, laat maar weten. Hieronder, hè? Hieronder, in de reacties. Oké, en de volgende vraag dan maar, hè? You are filming. Ja, dat klopt trouwens, want jij zegt heel vaak, mag ik het raden? Oké. Ja? Jij zei altijd, ik wil heel graag vlogger worden. Een hele bekende vlogger worden. Check. Ja. En jij wilde ook een hele goede keeper worden. Check. En jij wilde ook nog een wereldberoemde muzikant check worden. En ik denk dat je ook gamer wil worden. Check. En ik wil archeoloog, dokter, bla 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 bla. Maar hoe wil je dat allemaal doen dan? Weet ik veel. Je kan dat toch niet allemaal tegelijkertijd worden? Ik word weer gebeld. En wat wil u dan later worden? Want ik ben dan een beetje later. Ik ben al in de later, ja dat klopt. Dat snap ik eigenlijk niet dat u al in de later zit. Maar we kunnen ook zeggen wat wil u in de later van u. Dat kan natuurlijk. Wat wil ik worden in de later van mij? Nee. Nou ja, ik ben juffrouw, hè? Mm-hmm. Ik ben juffrouw. Maar wat wilt u dan nog meer? Wat ik nog meer wil? Ja, ik wil heel veel, denk ik. Maar ik wil voornamelijk gewoon lekker gelukkig zijn met jou. Wow. Ik wil gelukkig zijn met het kind. En met de puppy? En met de puppy. Ja, koya. En ja, nee, dus eigenlijk... ja, juffrouw ben ik al. Ja, ik geef les op middelbare school, nu op het mbo. En ik geef... Is mbo goed? Mbo is, is na de middelbare school. Dan heb je mbo of hbo of universiteit. Eén van de twee. Mooi man. Ja. En ik geef op de middelbare school gaf ik wiskunde. En nu geef ik rekenen. En Nederlands. Nederlands kan best wel goed. Ik niet. Nee. Hoezo? Dat was kapje. Dus ja, dat denk ik, ik weet niet. Ik ben al later, hè? U zit al in het later. Ik zit al in het later, ja. Klopt. Dus, bedankt voor het kijken.
Bedankt voor het kijken. En...